Ik praat vandaag met Brian Heerman. Hij is inmiddels niet meer managing director, maar ik heb het net allemaal opgeschreven. Jij bent director corporate development en M&A van Intracto Groep. Nou ja, ik lees het ook nog even voor, Brian. Er is heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Jullie hebben Zoekhelden overgenomen, Coachzilla, We Are You, Burst. Booming, Stendal, ik weet niet hoe ze dat in Zweden uitspreken. Nou, het komt goed in de buurt. Ja. Dit terwijl jullie eigenlijk pas zelf in 2019 onderdeel werden van de Intracto Groep. Ja, hoe loopt zoiets? Want het lijkt wel of het een enorme stroomversnelling is waar jullie in terecht zijn gekomen. Nou, ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat de golf van de afgelopen maand of 2 maanden, die is wel een beetje atypisch. Het is wel een beetje het gevolg, denk ik, van veel saaien in 2020. We hebben heel bewust als Intracto-groep in 2020 ook heel eventjes, ja, ik wil niet zeggen op de pauzeknop gedrukt, maar iets minder gas gegeven. Simpelweg omdat we natuurlijk in een heel gek jaar zaten. En weet je, ook niet een typisch jaar is voor partijen om lastig gevallen te worden, quote-unquote. Met allerlei partijen die met ze willen praten over een mogelijke overname. Je wil ook, denk ik, niet te boek staan als een partij die het moment dat heel veel partijen het lastig hebben, op dat moment een beetje gaat lopen jagen. Ja. Los daarvan dat we daar sowieso niet van zijn. Wij zijn sowieso eigenlijk een partij die vooral op zoek is naar partijen die eigenlijk helemaal niet bezig zijn met overname. Nee. Of misschien in hun achterhoofd mee bezig zijn. Omdat dat over het algemeen de partijen zijn die vanuit een kracht dan uiteindelijk die stap willen zetten. En niet zozeer dat doen omdat ze vinden dat dat moet. Om wat voor moverende redenen ook. En vaker financiële reden. Dus het was wel een soort of golf de afgelopen periode. Maar dat is echt het gevolg van heel veel saaien in 2020. En dat komt dan uiteindelijk allemaal uit zo in het eerste kwartaal van dit jaar. Ja, en ja, jullie nemen dan verschillende soorten bureaus over met allerlei andere disciplines. Hoe zorg je dat bij elkaar optelt? Nou, dat is, nou ja, goed, niet hoe zorg je dat het bij elkaar optelt. Ik denk dat dat het uitgangspunt is dat het bij elkaar moet optillen. Ik denk dat het belangrijk is dat ja, mensen weten dat wij niet bezig zijn met het bouwen van een netwerk. En een netwerk, een kenmerk van een netwerk is dat je zegt, nou, je bouwt een groep van bureaus die een bepaalde samenhang hebben en die met elkaar zouden kunnen samenwerken. En dat is natuurlijk wat een netwerk hoopt, hè? Dat er meerdere disciplines binnen zo'n netwerk worden ja, gekocht of gebruikt door hun klant. Maar wij willen met nadruk niet bouwen aan een netwerk. Wij willen met nadruk bouwen naar één geïntegreerd bureau of één geïntegreerde propositie, één organisatie. En dat betekent dus dat als wij via een stukje acquisitie een stuk willen toevoegen inhoudelijk of willen versnellen binnen ons verhaal. Dat betekent dat die partij, ja, dat het moet echt aan twee kanten echt enorm goed passen. Dus dat begint bij de voordeur eigenlijk al. En de partijen die eigenlijk aansluiten, die weten dat wij aan het werk zijn om uiteindelijk naar één geïntegreerde, ja, Ja. in bedrijf eigenlijk toe te werken. Maar dan kijk je natuurlijk naar wat kunnen ze en op welk domein zitten ze of welke expertise. Maar hoe begin je dan bij die voordeur van hoe weet jij als je ergens binnenstapt van nou, dit zou best eens een klik kunnen zijn en ook een match met ons bureau? Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit als je iemand bij wijze van spreken voor het eerst ontmoet. Maar wij hebben gelukkig een redelijk netwerk. Ik heb zelf een aardig netwerk met mijn 500 jaar leeftijd in de industrie. Maar inmiddels hebben we zoveel ondernemers, zoveel collega's ook binnen, ja, binnen de groep. Dus de warme introducties zijn vaak wel het meest fijn. Dan heb je natuurlijk al een bepaald beeld bij mensen. Maar ja, goed, the proof is in the eating. Ook al als je de mensen kent, maar ook als je de mensen niet kent. Uiteindelijk stap je binnen op basis in de eerste instantie van een goede referentie in combinatie met de discipline of het talent wat zij zouden kunnen toevoegen aan onze geïntegreerde propositie. Dat is natuurlijk dat is de stap 1.
Maar uiteindelijk gaat het eerste gesprek heel erg over, over visie. En dan deel je eigenlijk van, nou ja, hoe kijken wij tegen de wereld aan? Welke reis zijn wij mee bezig? En wat vind jij daarvan? En welke reis ben jij bezig? En waar liggen jouw ambities? En in dat gesprek krijg je natuurlijk ook heel veel mee over ja, bepaalde kernwaarden of waarden die zo'n partij belangrijk vindt. En in zo'n eerste fase ben je eigenlijk heel erg daarmee bezig. Hè? Je moet aan het kijken van, joh, weet je, zit je op dezelfde pagina? Zitten we op dezelfde regel? Ja, raken we een beetje verliefd op elkaar? Ja, en dan pas kom je eigenlijk in een soort van verdiepende situatie waarbij je over heel andere belangrijke dingen praat, als inderdaad de financiële evolutie en in detail hoe ze georganiseerd zijn en et cetera, alles wat belangrijk is om dat te doen. Maar het begint echt bij, ja, zit daar een match in visie en zit er een klik ook in personen. Ja, en Intracto is van origine een Belgische groep volgens mij. Hoe wist jij toen jij werd overgenomen of dat een geschikte groep voor jou was? Nou, dat wist je van tevoren niet. Moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit van ze gehoord had. Nee. Ik heb Pieter Janssens heb ik voor het eerst ontmoet eigenlijk ergens in het eerste kwartaal van 2019. Ze kwamen echt uit mijn dode hoek. Kwamen ze binnen vliegen. We waren op dat moment in alle transparantie vooral bezig met onze eigen autonome groeistrategie. We waren ook in gesprek met mogelijke private equity partners, met mogelijke een andere bureau waarmee we gezamenlijk een mooi platform zouden kunnen vormen om nog verder door te groeien. We waren met Guk. We waren natuurlijk al vrij hard gegroeid, hè? Want we waren eigenlijk pas in 2015 zijn we als Guk, toen nog Goud Uber Connected, begonnen. En toen Koen Rusler en ik onze beide bedrijven Goud en Uber Connected bij elkaar voegden, toen hadden we denk ik een mannetje of 20 rondlopen. 4 jaar later zaten we met 110. Dus we hebben het relatief snel gegroeid. En op dat moment denk je van, ja, weet je, je moet zelf ook door. Want hoe groter je wordt, hoe meer disciplines je toevoegt aan eigenlijk je palet van je dienstverlening, merkten we eigenlijk ook dat de dingen die we aan het toevoegen waren, dat het wel ons wel verbreedde als Guk zijnde. Maar het was niet diep genoeg. Hè? We waren heel sterk in activaties, in campagne, in merkactivaties, in content, in conversatie. Maar er kwam een stukje techniek bij en er kwam een stukje UX bij. Maar dat waren allemaal niet diep genoeg. Het waren maar een paar mensen die dat konden doen. En we merkten dat als wij die geïntegreerde propositie vanuit Guk zouden willen aanbieden, dan zouden we niet alleen die breedte moeten hebben, maar met name ook de diepte. Dus op dat moment, met een mannetje of iets meer dan 100 man, wilden we ook doorgroeien. Dus we hadden een eigen groeistrategie eigenlijk. En toen kwam eigenlijk Pieter Janssens met Sam Daams van Waterland Private Equity kwamen op de koffie. En ze gingen zich presenteren waar ze mee bezig waren. En toen dacht ik bij mezelf, heb jij per ongeluk onze presentatie een keertje gezien en gejat? En dat is vaak wel een soort of eerste teken van, hey, weet je, volgens mij praten wij het over hetzelfde en kijken we hetzelfde naar de wereld. En als daarna blijkt dat je ook nog eens goed met elkaar door één deur kunt, en ik noem het altijd maar de biertjesproef, als je met elkaar een biertje wil gaan drinken, ook na werktijd, dan zit het meestal wel goed. Dus uiteindelijk hebben wij gekozen om ons eigen pad los te laten en ons aan te sluiten bij de Intracto, bij het Intracto groepverhaal. Ja, en in eerste instantie ben jij natuurlijk in Nederland ook verder gaan kijken van, oké, hoe kunnen we dan verder groeien? Jij zei net van, wij hebben als doel om die bureaus gewoon te integreren en onder één naam weer verder te gaan, toch? Dat is eigenlijk wat je zei. Hoe doe je dat? Zeker als je dat zoveel achter elkaar overneemt. Ik zei net al, wij zijn niet bezig met het bouwen van een netwerk. We bouwen naar die geïntegreerde groep en dan beseffen we ons tegelijkertijd dat dat gelijk ook de moeilijkste weg is. Het is nogmaals met de hoogst mogelijke respect voor zeg maar andere initiatieven die in mijn ogen veel meer bezig zijn een mooi netwerk te bouwen van hele mooie en kwalitatief hele goede bureaus, vaak ook nog eens heel breed internationaal.
Dat is relatief makkelijker, denk ik, dan dat je een acquisitietraject doet waarbij je uiteindelijk wil samensmelten tot één geïntegreerde propositie. Dat betekent dat het is wel de moeilijke weg, maar we denken wel dat het de meest duurzame en eigenlijk de enige weg is om echt een verschil te maken. Nou, en hoe doe je dat? Dat betekent dat wij eigenlijk al sinds, volgens mij is het, als ik me niet vergis, sinds oktober vorig jaar. Toen hadden we een eerste kritische massa. En we hebben natuurlijk heel veel denkkracht, heel veel ervaring, heel veel ondernemers aan boord. Is dat we, ik geloof, iets van 80 workstreams hebben gedefinieerd. Die allemaal aan de achterkant, buiten het zicht, denk ik, van de buitenwereld, bezig is met een enorm transformatietraject. Het begint met hele kleine dingen als tooling. Dat we met z'n allen naar dezelfde tooling gaan. Dat we nakijken, hoe kijken we naar het businessmodel, naar dingen als ratecard, HR-beleid, et cetera, et cetera. Maar ook bijvoorbeeld huisvesting. Wij kiezen ervoor om een groep te zijn die end-to-end solution kan bieden. In de breedte, maar met name ook de sterkte van de specialismen die daarbij hoort. Dus we moeten echt ook die diepte in. En dat betekent dus dat je size is belangrijk. Dat kan niet anders als je breed en diep wil zijn. Nou, inmiddels zitten we in Nederland en België al met 1400 man. Dat is best pittig. En we geloven niet erin dat wij de helft daarvan in een groot pand in Amsterdam doen en de andere helft in een groot pand in Brussel. Ik zeg maar wat. Wij geloven heel erg in toch het bouwen van aan campussen. In Nederland zijn het er 5 waar we mee bezig zijn. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Bosch. En in zo'n campus willen we eigenlijk op al die 5 domeinen die nodig zijn om die end-to-end solution te kunnen bieden. Van strategie, creatie, content, allerlei verschillende marketing, online marketing disciplines en technology. Om dat allemaal bij elkaar te brengen in 1 organisatie, 1 pand. Dus we krijgen dus 5 locaties in Nederland. Waarbij we eigenlijk zo'n campus hebben waarbij we die multidisciplinaire talenten bij elkaar brengen onder 1 dak, in 1 organisatie met 1 belang en kunnen werken samen met de klant aan daadwerkelijk een end-to-end en geïntegreerde aanpak. Ja, je noemt de klant. Worden die daar nou echt veel beter van? Heb je nu al een soort bewijzen of cases waar je kunt zien van nou kijk, op die manier telt het bij elkaar op en daarom worden onze klanten daar ook beter van? Ja, nou ja, goed. Ik denk als het coronajaar iets heeft bewezen, is dat de richting die wij aan het ontwikkelen zijn, en mind you, hè, we zijn er nog niet. Ik denk dat we zeker nog in ontwikkeling daarin zijn. We zijn onze reis natuurlijk ook relatief kort geleden gestart. Ja. Wel heel daadkrachtig, maar als je het gewoon in de tijd bekijkt, is het toch relatief kort geleden. Weet je, als het coronajaar iets bewezen heeft, is dat eigenlijk de klanten, de visie die wij eigenlijk hebben en de organisatie die wij daar navenant proberen te bouwen, dat eigenlijk wel ondersteunen. Je ziet dat opdrachtgevers in meerdere mate aan het worstelen zijn met de manier waarop zij, nou, hun eindklant, die seamless ervaring vanuit het merk kunnen bieden op alle touchpoints en alle kanalen in die volledige customer journey, om allerlei modetermen te gebruiken. Maar ja, dat wordt alleen maar lastig als je voor al die verschillende specialismes met allerlei aparte bureaus werkt. Hè. Soms werk je met 10, soms wel 15 bureaus samen, die ook nog eens intern worden aangestuurd door allerlei verzuiling binnen je eigen organisatie. Dus die zijn ook heel erg aan het veranderen. En die doen dat op 2 manieren. Enerzijds intern. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld dat ze een stukje van die complexiteit die dat met zich meebrengt gaan internaliseren. Door gewoon een stukje te inhousen. Vaak zie je dat met name op tactisch niveau. Op content en op media bijvoorbeeld. Maar je ziet ook dat zij het mes zetten eigenlijk in het hele ecosysteem van bureaus waarmee ze werken. En eigenlijk teruggaan naar van 10 of 15 bureaus naar een heel beperkt aantal bureaus. En waarbij ze vaak naar die partners zoekt die op een hele logische manier die verschillende disciplines aan elkaar knoopt. En dat hebben we echt gezien. Ja. Je zag afgelopen jaar dat heel veel partijen toch bezig zijn om bureaurelaties te herzien en afscheid te nemen van een aantal kleinere specialist bureaus en dat om te brengen bij een wat grotere geïntegreerd bureau. Een stukje inhousing zie je daarbij. En wij merken het dus ook. Wij zien dat klanten proactief gaan vragen van, joh, kunnen jullie ons
ook op die andere gebieden helpen. Want het is toch verdomd handig als we dat in één hand hebben. Maar kan je goed zijn in alles? Want dat is natuurlijk als bureau, je hoort natuurlijk ook wel van je moet je positioneren. Je moet heel duidelijk maken waar je nou echt goed in bent. Ja, nou ja, goed. Ik begrijp dat en ik deel dat ook voor een groot deel. En de vraag is, kan je goed zijn in alles? Dan is het antwoord ja. Maar dat betekent dus dat je A, niet alleen die breedte, maar met name ook die diepte moet kunnen bieden. Hè? Want iedereen kent het full service bureau van 20 man wel. Met alle respect, dat je kunt niet full service met 20 man zijn. Je kunt namelijk niet in al die disciplines uitblinken als je maar zo weinig mensen hebt. Dan heb je gewoon al die specialismen in size, in massa nodig. Dus het kan wel, ben je overal de beste in. Nou, misschien niet, maar je wil wel met de beste meedoen. En ik geloof inderdaad wel dat daar echt wel ruimte is in de markt voor hele goede, super specialistische partijen die echt niche, en dat wil niet zeggen dat ze ook heel klein moeten zijn, maar echt niche op het vakgebied waar zij mee bezig zijn, om daarin gewoon met de doelstelling dat ze gewoon fucking de allerbeste willen zijn in de wereld. Ja, die partijen die zijn er en die moeten we ook omarmen. Maar ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om die geïntegreerde propositie in de breedte, maar ook kwalitatief met de beste mee te kunnen doen, zolang je maar investeert in die specialistische disciplines en dat ook serieus neemt. En ook in staat bent om dat in size ook binnen je eigen organisatie te hebben. En dat kan dus. Kijk, ik denk dat wij ik noem maar wat, in de campus Amsterdam alleen al, heb je een online marketing team en een media team van ik denk bijna inmiddels een 45 man. Met heel veel ervaring, met heel veel vlieguren, met heel veel littekens op de rug. Dus ik denk dat we daarin absoluut als groep vanuit dat specialisme met de allerbeste mee kunnen doen. Maar daarbovenop kunnen zeggen dat wij dat vanuit een geïntegreerdheid kunnen doen met andere disciplines die nodig zijn voor onze klant om daadwerkelijk het optimale eruit te kunnen halen. Hey, en jij loopt al, je zei het zelf ook al heel wat jaren mee. Ik denk eind jaren 90, 95, dat je in die bureauwereld ook al begon, met name ook digitale bureaus. Ja. Hoe weet je nou in het algemeen als er een nieuwe technologie of een nieuwe trend op de markt te zien is, wanneer je daar nou echt op in moet zetten of wanneer het een hype is die wel weer misschien voorbij waait? Ja, nou, ik denk dat dat was altijd lastig, hè? Ik bedoel, ik wou dat ik die gave had om dat van tevoren altijd heel goed te kunnen beoordelen. En dat is niet zo. Soms zit ik daar hartstikke mis in. Maar ik bedoel bijvoorbeeld de ontwikkeling bijvoorbeeld rondom marketplaces die nu de afgelopen jaren gaande is. Ja, dat vind ik een fundamentele. Ik denk dat daar gewoon nu heel veel partijen aan het ontstaan zijn. Ik zie dat ook die zich daarop richten. Je hebt een aantal die zijn ietsje langer bezig. Maar ja, dan praat je misschien over 3 jaar dat ze daarmee bezig zijn. Daarin denk ik dat een aantal partijen erop inspringen. En dat is denk ik ook wel een discipline die echt een mooie aanvulling is. Logische aanvulling is om dat te doen. Ja, en vaak zijn het toch wel dingetjes, noem ik dat altijd maar zo. Nieuwe platformen die ontstaan. Waar dan specialismes ontstaan en waarbij dat heel erg hangt aan een bepaald platform. Bijvoorbeeld een social media platform of bijvoorbeeld nu bij Clubhouse bijvoorbeeld. Ja, je moet je afvragen, ik weet het niet, van nou is dat nou iets waar we het over 3-4 jaar nog steeds over hebben. Je zag een enorme hype en het zal misschien ook wel ontstaan. Maar ja goed, aan de andere kant, met Twitter hadden we dezelfde discussie. Toen zei op een gegeven moment mensen ook Twitter is dood. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Twitter een plekje heeft gekregen. De hype al lang voorbij is uiteraard. Maar dat het een bepaalde rol speelt in het totale systeem of ecosysteem wat we hebben. Ja. Dus ja, ik vind het lastig. Ik vind het een moeilijke vraag. En het zou ook een bepaalde... Ja, bepaalde arrogantie betekent. Ik zeg, ja, dan weet ik precies hoe het werkt. Nee, Jij hebt wel een manier om bij te blijven. Je gaat het in ieder geval allemaal proberen. En je laat niks passeren, laat ik zo zeggen. Nee, niks. Nou, sowieso niet. Ik maak er altijd een gewoonte van. Ik ben sowieso een sociaal dier. Dus ik ben nooit iemand die alleen wil werken. Ik heb nooit alleen gewerkt. En dat is vooral omdat ik namelijk altijd de prikkels en de kennis en de kunde nodig heb van mensen om mij heen.
Veel beter zijn dan ik in de verschillende disciplines. Ik denk dat als iemand mij vraagt waar ben je denk ik goed in, dan zou ik denken dat ik wel redelijk een beeld heb waar we met elkaar heen moeten. Dat ik dan uiteindelijk ook wel een aardig beeld heb, ik weet het nooit zeker, wat voor puzzel je daarvoor moet leggen en wat je daarvoor nodig hebt. En dat je dan ook niet bang bent om daarvoor de juiste mensen toe te voegen aan je team, die je daarbij gaan helpen en die je voeden. En die jou eigenlijk ook dwingen om steeds beter te worden en mee te gaan. Dus ik omring me graag door mensen die eigenlijk veel beter zijn dan ik in het vak, laat me het even zo zeggen. Ja. En ik denk dat ik uiteindelijk, als het gaat om het bouwen aan een bureau, dat ik dat over het algemeen meer dingen goed heb gedaan dan dingen mislukt zijn. Overigens zijn ook heel veel dingen mislukt. Maar wat is nou een belangrijk advies wat jij aan jonge bureauondernemers geeft om toch succes te krijgen en een succesvol bureau neer te zetten? Nou, die vraag krijg je natuurlijk ook heel fijn. Dat is een hele makkelijke vraag om te stellen, maar ongelooflijk lastig om te beantwoorden, omdat het niet een eendimensionaal antwoord is. En daar kun je bij wijze van spreken ook weer een aparte masterclass voor opstellen. Maar uiteindelijk denk ik, als ik dan toch moet kiezen, dan denk ik dat wat ik geleerd heb, is, ik noem het altijd, een gezond en gebalanceerd stukje opportunisme. En wat ik daarmee wil zeggen is dat je wel een trouw moet zijn aan waar je voor staat en waar je voor wil gaan. En probeer daar zoveel mogelijk focus in te hebben. Maar wel de flexibiliteit met je meeneemt. Dat je wel kansen kunt herkennen. En ook niet bang te zijn om uiteindelijk te zeggen dat je misschien net even een verkeerde afslag hebt genomen om weer terug te rijden. Om naar een volgende afslag door te rijden. Dus ik denk uiteindelijk gaat het om weet je wel, de focus niet te snel laten afleiden. Maar wel de flexibiliteit hebben om en ook een stukje opportuniteit dan wel te hebben. Om als je voelt dat het fout gaat ook niet bang te zijn om je darling te killen. Ja. Oké, nou Brian, dankjewel voor je tijd en voor je adviezen. Jij bedankt voor het kijken. Brian is binnenkort te zien in de serie Masterclasses op Adformatie. En de link staat hieronder het artikel. Dankjewel. Hoe lang was dat?